Welkom bij Musical Facts, dit jaar weer vanaf de Uitmarkt op het Museumplein in Amsterdam. Er is zon! Vorig jaar toen regende het pijpenstelen, nu regent het ook af en toe, maar toch is het erg zonnig. Kruimeltje is nu bezig met repeteren en we wachten even op Hein, want dit ga ik samen presenteren met Hein. Ja! Hallo Hein! Hallo Hein! Ja, ik heb me alweer half uitgekleed. Ik was even papa Kruimeltje. Papa Kruimeltje? Maar dat was je toch niet in de Efteling, nee, toen de Kruimeltje daar was? Nee, dat was Erik Bouwman. En die dacht, weet je wat, het is mooi geweest. En toen kreeg ik een telefoontje of ik dat wilde doen. Toen dacht ik, nou weet je wat, dat wil ik wel doen. Van jonge Joseph naar een oude papa. Ja, je bent 30 en je bent vader. Ja. Hoe snel kan het gaan in je leven? Misschien toch wel met botox of wat... Nee, je moet niet aan beginnen. Nee, dat is vaderrol is ook leuk om te spelen. Ja. En, maar je hebt net opgetreden? Ja, het is droog. Het is nu op dit moment beter dan vorig jaar. Dus wat dat betreft zeg ik, laat het zo blijven. De sfeer is goed. Er zijn alweer gewoon echt, ik denk 300-400 mensen al serieus voor dat podium. Ja. Dus mooie dingen. Zullen we even gaan kijken boven? Ja, ik ga me heel snel omkleden. Omkleden? En dan kom ik terug. Ik ga naar Willemijn, de grootste musicalster van dit moment. Willemijn, mag ik eventjes jouw aandacht? Ja, even. Dames en heren, dit is Willemijn van Kijk. Hallo. Zij gaat de rol van Elphaba spelen in Wicked. Ja. En je stond net eventjes te soundchecken. Ik sta helemaal te trillen op mijn benen. Iedereen was zo aan het schreeuwen. Gaaf, hè? Ja, ik ben helemaal overdonderd. Ja, maar mag ik even zeggen dat het ook wel echt heel goed was? Dat mag. Dat mag. Dank je. Hey, maar je hebt de rol dus aan Duitsland al gespeeld. Ja. Hoeveel keer? We hebben niet helemaal geteld, maar zeker 700 keer. Dus dit is eventjes uit de losse pols? Dat zou je denken, maar ik vind het heel eng in Nederland. Het is heel spannend. En waar ligt het dan aan? Is dat het dan in je eigen moerstaal, dat het dichterbij komt? Ja, alles komt dichterbij. En dat is het hem. Dat is heel spannend. Heel erg leuk, maar wel dat je zegt van, oh jee. Wanneer beginnen jullie met repeteren? We beginnen over anderhalve week. Half september, 13 september gaan we beginnen. Dus, zin in? Heel veel, ja, heel veel. Ik ben heel erg benieuwd, maar het wordt echt een te gekke cast. Ja, samen met Chantal en met Jim. Ja, dat wordt zo gaaf, joh. Het klikt ontzettend goed. Dus, ook niet geheel onbelangrijk? Helemaal niet onbelangrijk. En iedereen is zo goed en zo gemotiveerd. En het is te gek, het wordt echt heel goed. Ga je nou vanavond helemaal in het groen? Of, ja, ik ga helemaal. Ja, echt? Ja, als het regent, maakt niet uit. Hoe lang duurt dat? We zijn ongeveer 50 minuten bezig. Elke dag? Elke dag. Ga je niet groen glimmen op een gegeven moment? Ja. Nou, mijn handen soms een beetje wel, maar het is waterbasis, dus valt wel mee. Nou, geniet nog even van de middag. Het is in ieder geval droog en tot vanavond. Oké, dankjewel. Ja, Willemijn is echt fantastisch. Daar gaan we volgens mij nog heel veel van horen, denk je niet? Nou, inderdaad. Zullen we naar boven gaan, Hein? Ja, leuk. Even kijken. Let's do that. Zullen we eventjes kijken of we op het toneel kunnen? Ze zijn natuurlijk nu wel bezig, maar we gaan gewoon brutaal zijn. Ja, het is leuk. Hierachter worden alle zenders geplakt. En dus tevens dus de zijingang van het toneel. En ik zie daar volgens mij Daddy Cool staan. Oh ja. Zullen we kijken of we daar wat mensen van kunnen spreken? Spreken. Even kijken of we daar een paar bekenden zien. Ja, ik zie daar in ieder geval Kim Lian. Zullen we die vragen? Oh ja. Kim? Kim Lian? Mogen we je wat vragen? Ja, vind je het goed dat ik ondertussen... Ja, gewoon doorgaan met een knoop in je t-shirt. Met een knoop in mijn t-shirt. Daddy Cool? Ja, cool, Daddy Cool. Want we waren samen aan het repeteren. Ik zat in Miss Saigon en jij was ook al druk bezig daar. Klopt. Zijn jullie ook al een beetje, zeg maar, is de vorm al helemaal klaar nu? Nee, in tegendeel. Wij zijn nog lekker aan het puzzelen. Maar allemaal met het idee van het wordt geweldig natuurlijk. Oh ja. Ja. Vol enthousiasme. Vol enthousiasme. Want ik zag wel een groot toneel, maar heel veel dansers. Ja. Heel veel zangeressen ook. Ja, we hebben de disciplines zijn echt verdeeld. Echt de beste dansers. Groepen met echt hele sterke stemmen, dus de goede zangers. En ik mag een beetje acteren. Jij mag alles doen. Ik mag alles doen. Jij moet dus echt aan de bak, hè? Jij moet ook echt full on de Gerald worden. Ja, ik moet gewoon flikvlak en weet ik veel, hip-hop stapjes en al die dingen. Dus dat is echt tof. Wat gaan jullie doen vanavond? We gaan een medley doen van Boney M. Dus we doen Daddy Cool, Rivers of Babylon, Sunny. Nou, van die lekkere meezingers. Leuk. Ja, heel leuk. Gaat het allemaal goed hier? Goed geplakt. Hey, en je presenteert het ook nog, dus het wordt er echt afrennen, omkleden en weer terug rennen, vliegen, vallen. Het wordt wel een beetje zenuwslopende avond voor mij, ja. Ik moet dit, wat we nu dus heel relaxed nu hier doen, moeten we straks in 3 minuten tijd doen, ja? Vandaar dat we nu gewoon lekker staan. Nu sta ik hier chill, maar vanavond kan dit dus niet, hè, jongens? Of juist wel. Wanneer is de première van Daddy Cool? 25 september. 25 september. 25 september. Op een zondag, als ik goed heb. Ik denk het haast wel, ja. In, waar is het dit jaar?
In Den Bosch! In Den Bosch, dames en heren. Nou, heel goed. Ergens in Den Bosch, hè? Of Rotterdam? Ik dacht... Dames en heren, is de regisseur. Rotterdam, Nieuwe Luxor. Nieuwe Luxor, oh, Nieuwe Luxor. Rotterdam, sorry. Is het heel anders dan Legally Blonde? Heel waarschijnlijk anders. Helemaal compleet heel anders. Ja, nou, ten eerste is het wat heel... Wat staat er dichterbij? Voor mij? Ja, dat vind ik moeilijk, want ik heb Elle Woods nu wel een beetje omarmd, zeg maar. Dus ik vind het nu moeilijk om er vanaf te komen. Maar ik denk dat dit iets dichter bij mijzelf staat, omdat ik meer een stoere chick ben dan een... tomboy. Meer een tomboy, ja. Oké, okay. Ja. Nou, heel veel plezier, we gaan naar je kijken. Dankjewel. Doei.